Binnen de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht werken overheids- en maatschappelijke organisaties samen aan duurzame ontwikkeling en bekendheid van het Vechtdal. Nu is er een nieuwe mijlpaal bereikt. Maar liefst 23 projecten worden de komende jaren opgestart. De projecten vormen een onderdeel van de regio Diel Zwolle en dragen bij aan waterveiligheid, biodiversiteit, recreatieve en natuurlijke voorzieningen, economische groei en verdere ontwikkeling van het Vechtdallandschap. Van de benodigde 15 miljoen euro investering wordt een gedeelte gesubsidieerd vanuit de regio Diel. Het gaat echt over de brede welvaart. Het gaat erom om te kijken hoe we klaar zijn voor de toekomst. Het gaat over de nieuwe opgaven als het gaat over klimaat, als het gaat over verduurzaming van de landbouw. Maar ook hele concrete zaken. Fietspaden, herinrichting van het gebied, aanleggen van nevengeulen. Dus heel veel concrete zaken ook. Het unieke daarvan is dat we traditioneel eigenlijk de samenwerking hebben binnen de regio Zwolle, economische regio, tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. En we hebben nu met de regio-deal en zeker met de Ruimte voor de Vecht, hebben een sprong gemaakt naar een veel fijnmaziger netwerk. Er zijn andere partners bijgekomen, maar liefst 16 partijen hebben dit Ruimte voor de Vecht ondertekend, dit verhaal. Ja, en dat is echt uniek, want daarmee die brede welvaart geef je daarmee ook echt vorm en inhoud. Dus andere partijen doen mee in dit verhaal nu. Landgoedeigenaren, staatsbosbeheer. Dus heel andere partijen dan we tot nu toe gewend waren om mee te werken. En je haalt ook een veel integrale projecten. Het gaat niet alleen over natuur, het gaat niet alleen over water. Het is niet alleen sociaal-economisch. Maar doordat je het met elkaar verbindt, heb je veel krachtige projecten die ook voor de samenleving veel meer meerwaarde hebben. En dat vind ik zo uniek van de projecten binnen Ruimte voor de Vecht, dat we vanuit dat abstracte denken van grote doelen die we samen met het Rijk hebben afgesproken, dat het hier in het Vechtdal heel concreet landt. En dat maakt dit project van Ruimte voor de Vecht, waar dus in totaal 23 projecten in zitten, zo uniek en ook heel waardevol.